kerst is ook langs geweest en heeft een hele nieuwe set afgeleverd. 3 nieuwe hengels, 3 nieuwe molens en de bijbehorende vidralen. Nou, in deze aflevering gaan we dit compleet maken met onderlijnen, veilige loodclipsystemen en de molens opspoelen. De molens die je nu ziet, die zijn door de fabrikant of de leverancier al opgespoeld als service. Maar ik heb nog een andere molen, die moet nog voorzien worden van een nieuw draad. Dus dan zal ik dat laten zien hoe dat in zijn werking gaat. Nou, voor het aanbrengen van de lijn op de spoel gaan we een glijknoop gebruiken. Het eerste wat je gaat doen is 2 keer een lus maken in je lijn. Waarvan de ene lus groter is als de andere lus. Het uiteinde gaan we dan door beide lussen heen halen. Dit doen we 4 tot 5 keer, zodat we een stevige knoop krijgen. Zoals je nu kan zien, is hij er een aantal malen doorheen gehaald, 4 tot 5 keer. Plaats vingers in de grote lus om te voorkomen dat je de lus dicht trekt. En trek aan beide kanten de knoop goed aan. Maak eventueel gebruik van wat speeksel of maak met wat water de knoop nat, zodat hij nog sterker en beter aantrekt. Vergeet je je vingers in de lus te plaatsen, is er een kans aanwezig dat je de lus eruit trekt. Het uiteinde knippen we weg. Om vervolgens de lus vast te pakken. Kwartslag te draaien en naar boven te brengen, zodat je een dubbele lus krijgt. Dit gaan we plaatsen op de spoel van de molen. Nu brengen we de dubbele lus aan op de spoel. Doe de beugel van de molen open, want dat scheelt namelijk met de lijn op te spoelen straks, want anders kan je het opnieuw doen. Plaats de lus op de spoel, voorin of maximaal halverwege en trek deze met beleid aan. Hoe harder je trekt, hoe harder de lus vast gaat zitten. Zoals je hier kan zien, zit dus de lus aan de voorzijde van de spoel. Helemaal strak eromheen. De beugel nu helemaal goed dicht doen. Dan zie je ook dat er een haakse hoek ontstaat. En het voordeel hiervan is dat op het moment dat de spoel leeg mocht raken, voor wat voor reden dan ook, dat als de vis eraan trekt, er altijd spanning op de lus komt te staan. Dus de lus wordt alleen maar strakker getrokken. Dus hij zal nooit van de molen loskomen. Nou, dan kunnen we beginnen met het opspoelen. Zo, de spoel is bijna vol. Altijd blijven opletten dat je de spoel nooit helemaal tot aan de rand vult. Zoals je ziet blijft er ongeveer 2 tot 3 mm over. Spoel je te ver op, dan loopt de draad van de spoel af. Waar uiteindelijk straks het laatste stukje onderlijn op komt, dat willen we graag zo visveilig doen. Dus ik heb wat leaderkoord, heb ik, nou, ongeveer gebruik ik een stuk van een meter tegen het schuren van voorwerpen onder water, dan wel mosselbankjes, nou, verzin het. En wat we willen is op het moment dat de vis het haakaas pakt en er mocht alsnog lijnbreuk plaatsvinden, dat de vis veilig weg kan.
Nou, misschien dat jullie het al vaker gezien hebben. Ik gebruik een loodsysteem. En daar gaat de lieder doorheen. Dus mocht er een lijnbreuk komen en de vis die schudt een paar keer, dan trekt hij hem uit elkaar. Met als gevolg is dat hij dus dit er gewoon helemaal af kan trekken tot het eind. En dan blijft hij uiteindelijk alleen over met de quickchange swivel, met daar onderop natuurlijk de onderlijn. En de rest blijft netjes op de bodem liggen. Ideaal, ontzettend visveilig en zo haken we graag de vis op de juiste manier. Mochten we wat verspelen, dan weten we in ieder geval dat hij alleen met een stukje onderlijn blijft zwemmen. Nou, hoe maak ik zo'n ding? Dat ga ik nu laten zien. Stap voor stap lopen we hem eventjes door. Goed, wat hebben we dan nodig? Een poilienaald om te splijzen. Een trekkertje. Een schaar. Leadcore leader. Een loodclip systeempje. En een quick change shivel. Hoop dat het goed te zien is. Nou, dan ga ik hem even afmeten. Ik gebruik ongeveer een meter leadermateriaal. Dan gaan we beginnen met het maken van het eerste lusje. Nou, wat ik zeg, het is leadcore. Je kan het ook krijgen zonder leadcore erin. Alleen, ik ben nog steeds van mening dat, ondanks dat we zoveel mogelijk loodvrij willen vissen, ik vind het toch nog wel ontzettend prettig. Ja, er zijn andere middelen ook die ook ontzettend goed schijnen te zinken. Maar ja, ik heb dit onder andere nog. En ik ben er heel erg happy mee. Ga even kijken, hier eindigt de leadcore. Nou, heel mooi. Dan gaan we een lusje maken. Het is even prielen, maar je steekt de boilienaald en een beetje gevriemel erin. Maar uiteindelijk ga je hem erin krijgen. Voer je hem ongeveer. Dit is ongeveer 3 centimeter, want hij is nu wat opgeruld. Dat vind ik wel mooi. En dan laat ik hem weer uitkomen. Vervolgens pak ik de buitenzijde van de lus. En dan ga ik dit weer er doorheen trekken. Dit gaat soms best even lastig. Vooral omdat het gevlochten is, trek je maar in. Waar gebruik ik dus dan deze voor? Die steek ik door mijn lus heen om te voorkomen dat mijn lus te klein gaat worden. Uiteindelijk zie je hem aan de achterkant hier eruit. Nou, dat is allemaal niet erg. Mooie lengte. Want trekken hem een stukje terug en hij is helemaal weg. En dit is muur en muursterk. Dit gaat geen kant meer op. Echt een keer de halve wereld aan hangen en dan breekt hij eerder halverwege dan dat hier de lus eruit schiet. En aan één kant de lus, nou, dat is wel mooi. Daar kunnen we uiteindelijk straks de hoofdlijn aan vast gaan zetten. Maar we hebben nog meer. Vervolgens ga ik de ledclip aanbrengen.
En ik schuif de quick change wortel er overheen. Hij is wat gerafeld. Nou, dat lossen we ook wel weer op. Knippen we dan. En die zit er ook op. Nu gaan we deze kant ook gewoon weer een lus maken. Hier hebben we nu een stuk weer slap en hier eindigt de ledcore. Nu gaan we hetzelfde doen als aan de andere kant. We gaan hem dus weer splijzen. We steken hem er weer even doorheen om te zorgen dat hij dus niet de kans krijgt om eraf te gaan. En je ziet weer, hij zit er gewoon weer heel mooi in. Hebben we dit zo zitten? Nou, zijn er speciale loadclip systemen waar hierin een aansluitingje zit, waardoor je dus een lusje erin kan maken en erin vast kan zetten. Dit is gewoon een standaard loadclip van Fox. En ook die kan je dit visveilige systeem gewoon op toepassen. Je hoeft er echt geen speciale clips voor te halen, want het werkt gewoon perfect. Ik doe hem namelijk door de loadclip. Hier er doorheen. En ik trek gewoon de lus erin met de quick strain shovel en hij zit gewoon op deze manier. We gaan even moeten en als laatste schuiven we dus dan gewoon de clip erop. En wat ik wel doe, ik maak hem iets groter hier aan de achterzijde, waardoor ik zeker weet dat hij hier heel veel vrijheid heeft om te bewegen. Niet te veel weerstand. Als het te nauw is het gat, dan kan het zo wezen dat deze lus er niet doorheen wil. En die moet er wel doorheen, want anders blijft hij nog met het hele onderlijn systeem rondzwemmen. En dat is niet wat we willen. Vervolgens kun je ervoor verkiezen om een stuk lood aan te hangen op de clip. En je onderlijn is, of je ledermateriaal is klaar. Onderlijntje eraan. En er kan gevist worden. De vis kan hem gewoon oppakken en je ziet, er is helemaal niks aan de hand. Het is niet dat het er afvalt, waardoor je dus geen druk op je haak hebt, waardoor je je haak niet goed zou willen prikken. En met scherpe haken zou je daar in principe ook geen last van mogen hebben. Op het moment dat de vis zijn kop schudt en er staat geen druk op de lijn, zou je dus ook geen gebruik kunnen maken van het lood. Want met een kleine beweging komt hij los. En dit zakt net zo lang door naar beneden. En vervolgens is je onderlijn komt vrij van het lood. Mocht je hem verspelen, kan hij dit hele verhaal er zo uittrekken. En
trekt hij hem gewoon door. En uiteindelijk komt hij hier bij de lus aan de achterkant. En hij blijft over het ringswivel en je onderlijn. En hier zwemt hij mee door. En de rest blijft gewoon netjes op de bodem liggen. Vis veilig. Goed voor de vis. En het is gewoon een mooi systeem. En met bijna elk loodclip systeem wel toe te passen. Misschien dat je een klein beetje moet modificeren je clipje. Nou, de Fox clips die ik gebruik, die hoeft dat absoluut niet. Er is gewoon ruimte. Het enige wat ik doe, is dat ik zorg dat hij net eventjes een klein beetje groter is. Ik knip er hooguit iets van 3 tot 4 mm vanaf. Meer niet. Nou, dan heb ik 2 onderlijnsystemen gemaakt. We hebben 3 hengels. En voor de volgende ga ik een helikopterrig maken. En die laat ik je zo zien. Goed, nou, nu het maken van de helikopterrig. De basis is hetzelfde als met de chodrig. Nou, ik heb hier een chodrig liggen. Ja, die koop ik gewoon kant-en-klaar. Ik ben daar echt te lui voor om dit zelf te maken. Die kun je ook heel makkelijk kant-en-klaar kopen. Die kan je er ineens opzetten. Je zou ook het systeem gewoon kunnen wisselen als het klaar is. Je hebt zoiets van, nou, ik ga van de helikopterrig, wil ik over naar een chodrig. Hey, dan kan dat gewoon. Dus gewoon even omwisselen. Boilinaaltje erbij en je pelt hem zo over. Wat ik ga doen, ik ga er een quick change shivel aan hangen. Met daarbij dus een grotere ring. Zoals dat hopelijk hier te zien is. En de enige reden is dat het moet uiteindelijk over de busjes heen. Die gaat hier gewoon overheen. Dus op het moment dat er wat verspeeld wordt, dan zal de rubber bead, de stop, die zou er vanaf schuiven. En uiteindelijk blijft hij alleen maar over met het onderlijntje en de swivel. Ook weer heel visveilig. Het lood en de leader blijft op de bodem. En hij heeft alleen een stukje onderlijn nog bij zich, die binnen een handomdraai wel weer kwijt is. Hetzelfde principe geldt ook voor de chodrig. Ook deze loopt gewoon van de lijn af bij een lijnbreuk. Nou, hoe gaan we dan weer van start? We pakken weer wat leader. Die maken we op lengte. Ik gebruik ongeveer plus minus een meter. Ja. Wat we dan willen, is dat we de stopjes gaan aanbrengen. Gebruik ook gewoon weer een bolienaald voor. Hier kunnen we met de vingers proberen erheen te krijgen. Nou, veel succes. Dat kost je gewoon een halve dag. En dat vind ik heel erg knap. Gewoon lekker je bolienaald. Gewoon er doorheen. En we schuiven hem. Op de leader. Naar de hoogte die we willen hebben. Eerste kraal erop. En zoals je ziet, die kan dus gewoon eroverheen.
nu zit hij gewoon aan de andere kant bij het lusje. En het mooie hiervan is, je kan hem ook instellen op diepte. Je schuift hem gewoon een stukje door. En vervolgens, uiteindelijk komt hier straks het lood aan te zitten. Ook weer met een zijn wisselsysteempje erop. Dat werkt het mooist. En als je een hele zachte bodem hebt, kun je dit stuk gewoon lekker verkassen. De leader is lang genoeg. Je plaatst de kraal er weer op. En je kan aan de gang. Zo, kraaltje weer. Dan. Ik gebruik voor heel veel dingen gewoon mijn boilienaald. Lekker makkelijk. Ik heb grote klauwen, dikke vingers. Dus heb er alleen maar last van als ik dat allemaal zonder hulpattributen moet doen. En daar pas ik voor. Volgende kraal erop. Volgende verdikking. Een stukje tubing is dat. Erop. En uiteindelijk begint het al redelijk op een helikopterrig te lijken. Hier ga ik je onderlijn eraan zetten en we houden hier nog een stuk over. Dan doe ik nog even een stukje tube ter behoeve van mijn loodclip. En uiteindelijk de clip. Maar voordat ik die erop ga zetten, gaan we eerst het begin maken van een nieuwe lus. Want deze gaat rechtstreeks in de lus. Die zorgt ervoor dat ik uiteindelijk heel eenvoudig mijn lood kan wisselen. Ik hoef nu geen grote lus te houden, want ik zet hem er gewoon lekker strak op. Hier aan de onderkant zie je alweer dat hij eruit komt. Hij zakt er langzaam in terug. En je trekt hem weer strak. En hij zit er gewoon op. En vervolgens kan je hier dus gewoon een loodje. Of het maakt allemaal niet uit wat voor type lood je een voorkeur aan hebt. En ik heb zelfs nog zwaardere betonvarianten, maar die ligt nog in de schuur, in mijn kist. Dus, maar er zijn allerlei varianten die je kan gebruiken. Nou, pakken deze. En wel leuk. Lood zit erop. Schuiven
de drubber eroverheen. Weet je zeker dat lood niet zomaar uit de clip komt. Nou, met deze clips, hey, veel succes als hij eruit komt. Maar het is ook gewoon een stukje afwerking. De oogjes kunnen nu ook nergens achter blijven haken. Dus dat is ook altijd wel prettig. Nou, dit is gewoon een brok 100 gram lood. Vervolgens hebben we de scheffel met een grote ring erop. En even daarboven de lus voor de hoofdlijn. Hetzelfde verhaal weer. Om de lijn erop. En de helikopter. De helikopterrig is klaar. Is het weer als hij erop zit. De bal gaat er vanaf, hij trekt hem door en uiteindelijk over de lus en klaar. Vis veilig. Nou, uiteindelijk hebben we dan 3 liters. Nou, 1 kennen we dan, de helikopterrig, die kunnen we nog wisselen. Heel eenvoudig. Naar een chotrig. We hebben wat langere onderlijnen. We hebben wat kortere onderlijnen. Ik zal het zo zeggen. We hebben, zoals de meeste karpenvissers, een hele doos vol. Lekker variëren. Lekker zoeken. Ik ga nu de afmontage doen aan de hengels. Nou, daar schiet ik ook nog eventjes een stukje van hoe dat er uiteindelijk uitziet als de hengels helemaal klaar zijn. Ik berg ze altijd op zonder onderlijn, zonder lood, in het vriedraal. De reden daarvoor is, in mijn opbergbox blijven mijn haken scherp. Het is makkelijker beazen. Ik kan makkelijk ook even controleren of mijn haken nog scherp zijn. Je krijgt geen slijtage aan ogen dan wel aan je hengel, omdat je haakpunten langs loopt te schuren. Dus breng je onderlijnen pas echt aan de leader en aan je hengel op het moment dat je aan de waterkant bent. Zoveel makkelijker en zoveel beter dan dat je hem met onderlijnen al opbergt in de schuur. Het kan, maar ja, mijn voorkeur heeft het niet. Zoals je ziet, onderlijnen zitten op de hengels, de hemolen zitten erop, de hengels zijn klaar. Ik ga ze nu opbergen het vidraal in en misschien komen ze van de winter nog even uit de kast om te gaan wintervissen of op winterkarper te vissen als dat lukken wil. En anders zijn ze van het voorjaar, gaan ze hun vuurdoop ondergaan. Hey, bedankt voor het kijken nogmaals.